Jij begint daar te begeleiden, Thibau. Hier? Ja. Ja, is goed. Weet wat dat dan moet doen, hè? Klaar? Jij klaar? Tegen een timer hebben. Heel goed. Oké, goed. Andere kant. Naar boven. Ja, zwaar. Nee, dat valt mee eigenlijk. Wacht. Ja. Vier. Nee. Die zijn bekken zakken hier op weg, hè? Nee, dat is redelijk goede stabiliteit. Net voor de periode in de lockdown waren we verplicht om van school uit een stageweek in te lassen. Die heb ik dan gelukkig bij mijn kinesist kunnen doen. En ja, dat vond ik wel heel leerrijk en tegelijk ook gemakkelijk, omdat ik die ook heel goed ken. Maar ik heb daar heel veel dingen uit bijgeleerd en dat was eigenlijk ook wel heel leuk om zo eens een week mee te draaien. En ja, te ondervinden hoe dat eigenlijk is. Nog even, 5 seconden. Rustig, hè, Thibau. En rust. Hey, dat is een goeie man. Ja, dat is een goeie oefening, maar ik moet straks niet meer werk hebben, hè. We begeleiden sporters naar een heel goede stabiliteit van hun core, zodanig dat ze geen rugklachten krijgen terwijl ze hun sport aan het beoefenen zijn. En dat is het eigenlijk hetgeen dat Thibau moet doen. Ik kan van hem niet verlangen van maak een oefenschema voor knieën of schouders, dat gaat hem niet doen. Maar ik kan wel perfect stabilisatieoefeningen begeleiden. Dus dat is eigenlijk een grote hulp deze week. Dat. Ja, is. Goed, Michael. Ja, shit, man, Maxke. Mijn data. Ik heb echt geen zin om terug naar boven te gaan. Het zal zonder zijn. We zijn in Spa voor onze eerste stage van het jaar. Een beetje later dan normaal gepland in de voorbereiding op het wegseizoen. Dat ook later begint. Dus het is allemaal een beetje vreemd in een heel vreemd jaar. Maar ik denk dat de renners wel gemotiveerd zijn en dat we klaar zijn om opnieuw in competitie te komen in de voorbereiding op het crossseizoen. We gaan nog een groepsfoto pakken. We zijn nu met z'n allen hier. Het was natuurlijk wel een beetje aangekondigd. Ik ben de laatste maanden al niet meer naar school gemoeten. Dus ik denk dat besef dat ik niet meer naar school ga moeten gaan, pas al komen in september. Ik ben er nu eigenlijk heel weinig mee bezig. Ik ben gewoon bezig met mijn sport. En ik ben iemand dat wel veel alleen traint ook. En ik denk dat wel goed is, dat je ook wel beter maakt. Maar je hebt af en toe wel wat mannen nodig die dat je op een andere manier is triggeren. En ja, beter maken in het algemeen. Ik denk dat wel goed is. Thibau, zet jij je ook neer? Huh? Anders worden we te breed. Oeh. Zeg allemaal hoemka, zwenneken. Moet jij nu in de renners? Ja, dan moet ik weg, jongens. 3, 2... Nee, ik ben geen renner, ik moet er tussenuit. Echt? Ja. Als ze zo in groep zijn, ze dagen elkaar wat uit. Ze kunnen toch iets meer voelen ook waar ze staan. En er wordt gelachen, plezier gemaakt. En dat is uiteindelijk de basis van succes. Hè? Dat je met z'n allen, als vrienden, elkaar beter maakt. Met de groep is wel heel anders. Ze al een beetje kop over kop rijden en dat klimmen elkaar een beetje pijn doen, dat heb ik wel gemist. Ik vind toch dat je zo in groep traint, dat je af en toe bergop wel iets dieper kunt gaan. We moesten bijvoorbeeld de eerste dag al meteen eens 5 minuten zwaar dat we konden rijden. En toen heb ik wattages gehaald waarvan ik zeker vind dat ik dat in mijn eentje niet kan halen. Dat is toch omdat je nu met een aantal jongens een klein koersje ervan kunt maken, dat je iets dieper kunt gaan. En omdat er nu zo weinig wedstrijden zijn deze zomer, heb je dat net wel nodig op training, zo dat extra diep gaan. Want anders gebeurt dat in de wedstrijd. Maar nu eindelijk terug een hele week met de ploeg op stap, dat is toch wel dag en nacht verschil en veel plezanter. Ik heb het al geleerd, ik kan beter op kop beginnen dan in het wiel. Nee, maar dat is echt, hè. De Lars is zo wat een nieuwe Quinten aan het worden. Rechts? Maar hij zei het daarvoor al tegen mij. Ja, nu, de volgende klim, als ik op kop zit zetten, gaan we er een paar kraken in uit. Zeg, je een rondje gemaakt? Nee, Toon heeft het gedaan. Oei, oei, oei. Maakt jij dat op Strava? Ik moet dat ook eens leren, want ik heb dat niet, hè, Strava. Ik kijk echt uit dat cross zo. Ik heb nu zo voor de eerste keer het gevoel dat het wat korter begint te komen. Ja, daarom. Ik voel voor mezelf wel dat ik een hele grote stap heb gezet. Maar ja, ik heb nog niet gekoerst op de weg. Hier op stage kunnen we dat wel een klein beetje vergelijken, maar op training is het nog zoveel anders dan in koers. Dus die eerste crossen als belofte gaat sowieso een stap in het onbekende zijn. Maar ik voel ook wat ik voel en dat is dat ik op deze moment al wel vrij rap aan het rondrijden ben. En ik denk dat ik dan wel echt klaar ga zijn om direct mee te doen bij de belofte. Hij begint gewoon kuiten te krijgen. Ik dacht dat ze dat nooit niet hadden meegegeven. Ja?
Thibaut heeft een grote stap gemaakt, vind ik zelf. Maar ik moet ook toegeven dat hij nu ook wel meer volume traint. En dat is deels door heel dat COVID-19-verhaal heeft hij meer tijd gekregen om te gaan fietsen. Die het misschien iets makkelijker gaan maken om straks dan tussen de grote jongens te moeten worden uitgespeeld. Maar er is natuurlijk nog een lange weg af te leggen. Hè. Maar eens hij tussen die jongens zit op stage, heb je zo niet de indruk van, ja, die is 17 jaar en moet daar rekening mee houden dat hij straks gaat gelost worden. Dat gebeurt niet. En hij staat ook open om raad aan te nemen van de kopman, van Toon, van Lars. Toon, rijd jij met die 54? Nee? Dat is precies zo groot. Het is hetzelfde, denk ik. Ah nee, dat is een 54, hè? Hij is zo goed, man, zijn rijden, hè? Dan vind ik dat hij echt, die straalt kracht, die straalt dit echt uit op zijn fiets van. Dat is een heel goede groep. En Thibaut en Wart wordt die echt ontvangen, ook meegenomen in die groep. Iedereen praat er ook mee, geeft tips aan die mannen. Als die mannen met een vraag zitten, je merkt dat ook wel. Die durven dan aan Toon of Lars alles iets vragen van Jim. Iedereen helpt ze wel waar kan. Was dat denk ik, dat is een jonge snaak. Alhoewel niet. Ja, en een Thibaut. Al een twee. En Thibaut zit er voor, dat zit er strak. Thibaut past zijn eigen ook heel goed aan in de groep. Het niveau dat hij hier ook laat zien, 17-jarige leeftijd, hij moet nog altijd 18 worden in november. Het is echt wel verbazend wat hij hier aan de dag legt. Hij rijdt ook met zijn verstand eigenlijk rond. Als hij een mindere dag heeft, zal hij ook wel zijn ding doen. Dan merkt ook wel dat hij enorm veel bagage heeft en dat hij echt wel meer dan zijn mannetier staat. Ik rij al 5 dagen zwoer. Kijk, het gaat zo. Kijk jij op een deze? Echt waar, jongen. Ik zeg geef, ja. Hè. Maar de maan ook, hè. Amai. Ah, maar, voilà. Maar jij redt al half. Nee, dat is die man met die kopserie. Dat van nou ook. Dat is jij niet meer scheef oog dit dat gedaan. Jij hebt dat vastgezet, hè. Okay. Deze is echt te veel. Ja, maar dat gaat er los over, hè. Zo heb jij je hele carrière rondgeleid. Ja, de hoek rijdt ook mee. 3, 2, 1, op! Ja. Vamos! Alla Alan Demers. We gaan aan onze spurtjes beginnen. 3 keer, 150 meter. Ja, spurtjes, je duikt erin en je doet 3 minuten herstel. En je komt terug naar de start. En opnieuw. 3 keer, kort. Het is gewoon in de pedaal, explosief. Als ik de start geef, dan kun je mee starten doen. Ik zal 1 keer meedoen. En dan ben ik klaar voor de rest van de training. Gaat je mee nog in? In de koers doe ik maar 1 keer. Hè. Hey. Het is vandaag koers, hè. En Thijs en onze Thibaut bij je. De Nicolas en Toon, Wart en Jentel. Start! Hop. Klaar. Start! Hop. Start! Start! Hey, klaar, Thijs! En vloeken dat die mannen doen. Vandaag is de koers. En dat is nu al begonnen. En ze bieden de echte koers. En dat leeft echt in de groep. Okay, we gaan 10 minuten wedstrijdtempo rijden. Hè. We maken een ronde. Is die ronde niet af? Na 10 minuten klokte uw dingen en dan is het herstel. Lars? Toon? Thibaut dan, ben jij de rapste? En Thibaut.
Nee. Ze biedt wisselen wel. Junioren bij junioren. Matje! Is dat... Gaan we wisselen? Allee. Wisselen? Jij rijdt alles op kop. Nee. Ja. Wedstrijdtempo. Wedstrijdtempo, zo'n tempo dat je zo tussen de 20 en de 40 minuten rijdt. In een... Ja, dat weten we dus nog niet, hè, wat dat gaat zijn. Ja, ik weet niet wat dat... Tussen ronde 3 en 5, daar zitten we, dat tempo. Ronde 3 en 5? Maar bij de juniors moeten ze maar 4 ronden doen, toch? Dat gaat niet. Ja, maar, dat is van nou eens tijd. Wees het gewoon als je denkt van, oh, doet wel pijn. Kom jongens. Oké, begint er maar aan. Hoeveel rustig. Er wil niemand afgereden worden, het is echt... Een gevoel creëren wat je ook wilt meenemen naar die komende wedstrijden. En we schuiven ook een beetje met die groepjes. En ze weten ook al wel van, oh, als ik bij een D zit, dan ga ik het pijn doen. Maar je ziet dat dat is zo positief zeuren, noem ik dat. Dat is zo plezant om dat te aanzien. En niet eens als ze die 10 minuten gedaan hebben, dan zitten ze zo in de flow. Dat is wel tof. Dit is zo'n rondje waar ik van denk, nu gaat het moeten lossen, ze beat, onze Thibaut. Dat is al langer, hè. Ik snap het ook niet. Hij sprong op, jij trok door, jij draaide, jij trok door en toen ging hij zitten. Ik zeg oké. En jij ging terug recht staan. Ja. Ik zeg... Kelle kwam hier door, is nog man. Ja, nee, duidelijk. Ik reed dat gat wel rap dicht naar Limburg. Waarom? We moesten. Nee, echt jongen, die rijdt echt rap. Tikken. Hij rijdt rap. Maar ja, 10 minuten is geen uur, hè. Hij rijdt rap, ja. Ik zie ook niet direct zwakheden voor het moment. Dat kun je niet vergelijken met een echte cross natuurlijk. Hè. Niet liegen, hè. maar ja, dat is heel leuk dat je eens kunt vergelijken af en toe. En, als je dan in een groepje zit met een Toon en de Lars, ja, dan kan ik je verzekeren dat het echt vooruit gaat. Maar als je die dan kunt volgen en je kunt af en toe ook eens overpakken, ja, dat geeft echt wel veel zelfvertrouwen. Je voelt als die man naast dat er echt heel veel kracht op zit en dat hij dat geweldig lang kunnen doortrekken. En dan kan ik dat wat goed maken op mijn techniek en omdat ik de bos hier ook van binnen en van buiten ken. Maar ja, dat heb je niet in de cross niet altijd natuurlijk. De eerste wedstrijden gaan sowieso heel zwaar worden. Ik ga van achter moeten starten. Echt meevallen gaat dat misschien niet doen. Maar ik voel wel dat er echt heel veel sneeuw op zit. Dat ik nog nooit niet zo rap heb rondgereden. Dat ik echt in orde ben. Dus ik heb er alles aan gedaan. Ik heb geen steek laten vallen in de voorbereiding. Nu is het gewoon afwachten. Zeker. We moeten naar de Demerdijk. Hey, dat is een goeie weekje, man. Ik merk dat ik heel rap recupereer ook. Dus we hebben die 10 minuten gedaan. 5 seconden, zo. En ik zou direct terug dat kunnen doen. Zo. Kom maar. Hop. Meer van een minuut te maken. Op 23 seconden van de leiders. 18e positie voor Thibaut Nijs. Kijken nu wat er verder gebeurt. Probeer het op te schuiven, hè. Kom op. Hup. Kom maar, Thibaut.